Meneer Retour, Opel, dat is tegenwoordig SUV, hè? Het is niet alleen SUV's, maar de actualiteit is eigenlijk vooral twee nieuwe SUV's. Aan de ene kant de Crossland X in het B-segment, ietsje kleiner. En het grotere model, de Grandland X, dat dit achter mij ziet staan. Dat zijn eigenlijk de twee laatste modellen die aangeboden zijn. Waarom mikt Opel eigenlijk op de SUV? Is dat onder druk van de markt? De klant is op zoek of vindt dit soort modellen tegenwoordig echt trendy en echt aangenaam. Iets hogere zitpositie, ook beter zicht op het verkeer, trekt de mensen aan. En dus het is een van de segmenten die blijft groeien op de Belgische markt. Nochtans, een SUV is zwaarder, verplaatst meer lucht. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, het tegenovergestelde van milieuvriendelijk. Dit is niet zo het geval met de Crossland of de Grandland. Dat zijn 4x2's, dus die bestaan niet als 4x4. Dus heb je die gewichtsverhoging niet op die modellen. En die gebruiken ook kleinere motoren. Bijvoorbeeld alle twee gebruiken een 3-cylinder, 1,2 liter turbo benzinemotor. Dus die garant staat voor een laag verbruik en lage CO2-emissies. Ja, want Opel is ook qua milieu met elektriciteit bezig, de Ampera E. Wat mogen we van jullie op dat vlak nog verwachten? Ampera E wordt in België niet verkocht, wordt niet aangeboden. Dus er blijft maar op in vier landen in Europa aangeboden, België niet. Maar wat wij wel aangekondigd hebben, is dat de Grandland X in een hybride versie zal aangeboden worden volgend jaar. En de volgende Corsa komt met een volledige elektrische variant. Iets opwindender is de GSI-versie van de Insignia, maar echt pure sport is dat niet, hè? Nee, het is meer als GT beschouwd. Het is geen OPC. Het gaat niet zo ver als de vorige OPC. Hier spreekt men van GSI. Maar de auto is wel iets lager dan de normale Insignia en is alleen maar beschikbaar met de hogere motoren. Dus in benzine de 4-cylinder, 2 liter, 260 pk. Diesel de nieuwe biturbo 2 liter van 210 pk. Alle twee met 8-trapsautomaat en 4-wielaandrijving. Dus dat is echt onze sportieveling van het gamma. Ook als brek? Ja, ook als brek beschikbaar met dezelfde motoren. Ja. U heeft al een tipje van de sluier opgelicht voor 2019, nieuwe Corsa. Maar wat mogen we in 2018 nog van jullie verwachten? 2018 zal voor ons vooral combo zijn, combojaar zijn. Het model komt aan vervanging en dus komt een nieuwe combo dit jaar. Zowel in het bedrijfsvoertuig als in passagierversie. Een nieuwe combo, dan mag u nu op zoek naar muzikanten. Meneer Schuijbroek, Renault is ook Renault Sport en achter u staat een exemplaar waar de autoliefhebber naar uitkijkt, de Mégane RS. Vertel eens. Wel, de Mégane RS komt de Renault Sport familie uitbreiden. We hadden al Clio RS, we hadden de Mégane GT die ook door Renault Sport is ontwikkeld. En vandaag komen we met een echte sportieve auto op de markt, de Mégane RS, die al een hele reputatie heeft dankzij zijn voorgangers. En ook nu knoppen we weer aan met de traditie van de Mégane RS, een echte sportieve dynamische versie. Dat is zelfs een auto, als ik mij niet vergis, die meer pk's heeft dan de Alpine. De Mégane RS deelt inderdaad dezelfde motor met de Alpine, die 250 pk heeft onder de Alpine. Hier, Mégane RS heeft 280 pk. In de loop van het jaar komt er ook een trofieversie uit met nog iets meer pk, 300 tot 300 pk. En wat hij vooral heeft, is een primeur in zijn segment, is vier gestuurde wielen, het zogenaamde 4Control systeem, dat vooral gerenommeerd is voor zijn goede wegstabiliteit bij het bochtenwerk. Ondertussen is het de mode geworden dat soort voorwiel aangedreven hatches de Nürburgring optrekt. Gaan jullie dat ook doen? Wel, met de vorige Mégane RS hebben we een aantal records gebroken op de Nürburgring, inderdaad. En ik denk dat we dat ook weer gaan proberen met deze nieuwe versie. Een sportieve auto, een hot hatch, kan dat nog anno 2018? Dat kan helemaal.
De wagens zijn inderdaad heel krachtig, heel sportief. Maar vandaag zijn die auto's ook perfect te gebruiken in het dagelijkse leven. Het comfort moet niet inboeten, omdat het een sportieve auto is. En daarom ook heeft deze auto veel meer slaagkansen dan misschien vroeger. En hoeveel moet die gaan kosten? De auto staat in de showroom vanaf deze lente en we bieden hem aan vanaf €34.550. Op een bepaald moment dachten wij, die met automobielen bezig waren, van Renault en alternatieve aandrijflijnen en autonoom rijden, daar zijn ze helemaal niet meer bezig. En opeens, pats, de symbioos. Daar slaan jullie wel iedereen plat mee, hè? Ja, de Symbioos is een conceptcar die ondertussen ook in een democarversie bestaat, die ook op de weg al rijdt. Het is onze visie van hoe de auto er gaat uitzien en wat zijn rol gaat zijn in het jaar 2030. Maar in die auto hebben we al wel technologieën die we vanaf 2019 in onze seriemodellen gaan zien. 2019 is het jaar van de nieuwe Clio en de nieuwe Clio zal al over het eerste niveau autonoom rijden beschikken. En er zal ook een versie bestaan die geëlektrificeerd is. Hybride, jullie hebben een poging gedaan met de Scenic en de Grand Scenic. Microhybride noemden jullie dat. Gaan jullie daar verder op? Wel, we hebben onlangs ons strategisch plan tot 2022 aangekondigd. En vanaf 2019 gaan wij meer en meer hybride auto's hebben. En op het einde van dat strategisch plan, 2022, gaan wij in onze gamma 20 modellen hebben die op een of andere manier geëlektrificeerd zijn. Ofwel full electric, 8 modellen, en 12 modellen die onder hybride versie op de markt zullen komen. Want dat vergeet ondertussen iedereen. En jullie waren wel de pionier van de elektrische auto. Hè? We waren de pionier van de elektrische auto, zoveel jaren geleden. En het resultaat is er dan ook, want Renault is in Europa de marktleider met de elektrische auto's. We zijn aangekomen bij Motomondo. En Motomondo is het bedrijf dat diverse merken importeert, waaronder Mesh, SWM en MV Agusta. Mesh bestaat intussen sinds 2012. 2017 was voor ons een heel belangrijk jaar waarbij we Mesh terug op de kaart gezet hebben. 2018 wordt voor ons een nog belangrijker jaar, omdat we een groot aantal nieuwe motoren hebben die we dit jaar kunnen gaan brengen. Family Side was net vorig jaar natuurlijk al op de markt gekomen. Nu hebben we daarbij de Dirt, Dirt 125 en ook Dirt 50 cc. Scooters voor ons zijn nieuw in het Mesh-gamma. Dus al met al hebben we een zeer ambitieuze doelstelling en gaat Mesh een van de grotere spelers in België worden. Mag ik Mesh rekenen als een merk dat zich vooral richt op jongeren, op hippe motorrijders? Aan de ene kant is Mesh inderdaad een merk voor jonge motorrijders. A1, A2, maar zelfs gewoon het bromfietsrijbewijs. Want we hebben meerdere 50 cc's in het gamma. Daarnaast zijn er een hoop motorrijders die eigenlijk zeggen, luister, ik heb alles gereden wat er maar te rijden is. Het hoeft niet meer zo snel, het hoeft niet meer zo zwaar. Ik wil gewoon een motor waar ik mij lekker op kan amuseren. Is dat een stelling of een typering die ook opgaat voor de mensen die kiezen voor je andere merk, voor SWM? SWM is een heel ander merk. SWM moet je ook gaan differentiëren in de verschillende productgroepen. Aan de ene kant hebben we Enduro, de supermotaar, waarbij dat echt gewoon voor de sport is. En aan de andere kant hebben we eigenlijk voor de wat bredere motorrijder, allroads, we hebben classics. Dus een heel breed gamma wat we daarin kunnen bieden. Aan het andere eind van het spectrum, in jouw gamma, zit een ander Italiaans merk. Vertel daar eens iets over. MV Agusta, wat wordt het in 2018? MV heeft een lastig jaar achter de rug, lastige twee jaar eigenlijk. Maar is nu volledig terug, financieel gezond, met een gamma wat echt er staat, wat klinkt als een klok. Gewoon super gaaf, eigenlijk, ik heb alleen maar superlatieven. Iedereen staat zich te verhapen aan de MV's en zegt gewoon van wauw, is echt de mooiste motorfietser van het salon. De
Uiteraard, de XC40 is jullie grote nieuwigheid op het Salon van Brussel. Ontwikkeld in Zweden, gebouwd in België is de slogan. Ja, effectief, het is een Europese première. Dus deze wagen is op ons nieuwe platform, het kleinplatform, het CMA-platform, die exclusief in Gent gaat gebouwd worden. Dus Gent gaat alle XC40'ers produceren voor de wereld. Dus onze 5500 medewerkers in Gent zijn daar zeer fier over. En wat voor een auto is die XC40 nu geworden? XC40 is in het klein SUV-segment, jonger, heeft het DNA van zijn grote broers, heel veel flexibiliteit qua ruimte in de koffer, ook nieuwigheden binnenin. Je kunt inductief je gsm opladen, heel veel opbergvakjes en alle technologie zoals Android Auto en Apple CarPlay, dat we terugvinden ook in het grote gamma. Uw grote gamma's zijn een beetje populair geworden wegens hun hybride aandrijfmogelijkheden. Is dat ook bij de XC40 het geval? Momenteel nog niet. Dus van start, wij starten met een T3 benzinemotor, 3-cilinder. Ook een D3 vanaf 32.950 en een T3 30.400. Maar op zeer korte termijn gaat er ook een hybride versie komen en zelfs een elektrische versie op dit platform. Is dit nu de kleinste SUV die jullie gaan bouwen of mogen we nog kleiner verwachten? Momenteel gaan wij ons concentreren op ons 9 modellen, dus SVXC in 40, 60, 90. Als alles vernieuwd is, ja, dan gaan wij misschien denken aan andere modellen die door de markt worden gevraagd. Een model dat jullie al aangekondigd hebben en met veel toeters en bellen, is de elektrische Polestar. Gaan wij die in Europa te zien krijgen? De eerste Polestar is nog altijd een plug-in, dus de Polestar 1. De tweede is effectief een concurrent van de Tesla 3, dus wordt ook gebouwd op het klein platform. En dat is effectief, die gaat ook worldwide verkocht worden. Dus wij hopen ook dat hem in Gent komt voor de productie. Zijn dat alleen maar positieve signalen. Volvo houdt zich ook intensief bezig met zelfstandig rijden en met diensten als Uber en allerlei andere taxidiensten. Waar moet dat eindigen? Uiteindelijk, we zijn nu gestart met het Drive Me-project in Zweden. Dus 5 families gaan effectief 50 kilometer rijden op de ring rond Göteborg. Op 3 jaar tijd gaan wij 100 mensen in zo'n wagens steken. En in 2021 willen wij dat als optie aanbieden aan onze klanten. Vindt u dat de Vlaamse regering met hun proefprojecten daar genoeg aan meehelpt? Het komt niet van de grond in België. Er zijn ook andere zaken waar we moeten focussen, zoals de laadpalen, de infrastructuur. Dus al die zaken, in sommige landen zijn ze wel ietsje verder. Maar wij hopen natuurlijk dat dat altijd komt. En als wij als producent dat op de markt brengen, wij hopen dan dat de overheid ook gaat volgen. Vindt u dat de overheid duidelijkheid schaft qua fiscale langlopende wetgeving? Uiteindelijk, in ons gamma, buiten de XC90 plug-in hybrid, die niet meer aftrekbaar is op lange termijn, zoals in 2017, hebben wij al onze hybrids, ook de XC60 T8, die nog altijd die aftrekbaarheid heeft op lange termijn. Dus voor ons, het fiscaal voordeel ten opzichte van vorig jaar, buiten de XC90 is de rest identiek gebleven. We staan hier op de stand van Suzuki op de Brussels Motor Show en we gaan vooruitkijken naar 2018 met Thomas van Oetrieven. Thomas, zeg het eens. 2018, wat zijn jullie focussen? Wat zijn de troeven? 2018 wordt voor ons een jaar waarin dat alles heel snel voorradig gaat zijn bij de dealer. En dat is voor Suzuki alvast heel goed nieuws. We hebben één grote nieuwigheid, dat is de SV650X. Een café racer versie van de SV650, een van onze verkoopstoppers. Dus waar we heel veel van verwachten. En dan hebben we specifiek voor België ook zelf een aantal special editions gecreëerd. We hebben van de V-Strom 650 en 1000 een extreme versie. Dus die is iets meer offroad gericht, ook heel breed uitgerust, koffers en andere accessoires. En ook in het naked segment hebben we een aantal van die special editions gecreëerd. Dus we hebben van de GSX-S 750 en van de 1000 twee meer extreme sportievere versies. Ja.
Als ik aan Suzuki denk, denk ik eigenlijk ook een beetje aan een Japans merk met een heel breed gamma. Ook gericht op beginners, op A2 rijbewijzen en zo. Wat zijn jullie troeven daar? Ook op dat vlak hebben we sinds kort een aantal nieuwigheden in het gamma. We hebben 225 cc's, de GSX-R en de GSX-S, dus een naked bike en een sportieve 125. En dan in de 250 cc hebben we een V-Strom en een GSX-250R. Dus dat is iets waarmee wij toch het jonge publiek willen aanspreken. En dan qua instapmodellen hebben al onze 650's hebben ook een A2-versie. Mevrouw Luiks, de A7 Sportback. En waarom zou ik een A7 Sportback moeten kopen? Omdat bij de A7 Sportback alles draait rond design. En we hebben hier achter ons de vernieuwde Audi A7 Sportback. Hij is een stuk dynamischer en expressiever geworden dan zijn voorganger. Binnenin biedt hij ook het meeste ruimte aan zijn passagiers binnen zijn segment. En dan is er natuurlijk ook de rijdynamiek. Hij heeft dus een vernieuwde ophanging met vierwielsturing. Waardoor hij de beste synthese vormt eigenlijk tussen comfort voor lange afstanden en rijplezier eigenlijk, dus rijdynamiek. Ja, de A7 is bij nogal wat specialisten bekend als een auto die zelfstandig heel hard over een circuit kan rijden. Hebben jullie dat ook geïncorporeerd in deze A7? De Audi A7 heeft net als de Audi A8, die zijn net gebouwd om level 3 autonoom rijden te doen. Dat wil zeggen dat de Traffic Jam Pilot tot 60 km per uur geen interventie meer vraagt van de bestuurder. Dus die kan eventueel iets anders doen, bijvoorbeeld zijn e-mails lezen of een krant lezen. Maar we zijn onze wetgeving voor, want deze is jammer genoeg nog niet klaar in alle landen. Audi en Brussel, want jullie hebben hier ook een fabriek. Hè. Wat gaat daar nog gebeuren? 2018 is een zeer belangrijk jaar voor Audi Brussel, want zij starten met de productie van ons eerste volledig elektrisch model, de Audi e-tron. Dat is een wagen die zich bevindt in het SUV-segment qua grootte tussen de Q5 en de Q7. En we hebben vandaag ook aangekondigd dat wij met de pre-reservaties beginnen van die modellen. Wat mogen we in 2018 van Audi qua product nog verwachten? Nog heel wat. We gaan ons zeker niet vervelen bij Audi. Ik kan nog niet alles vertellen, maar om een tipje van de sluier op te lichten. Tegen midden 2018 zullen we 3 belangrijke modellen vernieuwen. Dan is er natuurlijk ook de Audi Q8, waarvan hier op de stand al de Audi Q8 Sport Concept staat. Dus een conceptwagen, maar dat geeft echt wel een goed idee waar Audi naartoe wil met zijn Q8 modelreeks. En dan is er natuurlijk ook die Audi e-tron, die 100% elektrische wagen die in België zal gebouwd worden. We'll be right back.